herkenbaar aan de armbanden. De kleuren ken ik niet. Zwart-geel, ik weet het niet. In elk geval, armband zijn mensen van de orde dienst. Gehoorzaam of legt u neer naar de richtlijnen. Hij wordt opgestapt achter de eigen spandoek. Opgestapt achter de eigen spandoek. Het ligt al in groep. In rotte van vijfstes man. In een zuur gezicht te trekken. Niet lachen. Stam maar in. Slogan. Is in 7 verschillende slogans voorzien. Gemakkelijk hetzelfde gaan we voor de Franstalige. Gemakkelijk hetzelfde gaan we er slechts 3 van gebruiken. We gaan die eventjes instuderen. Ten eerste, primair, eigen volk eerst. 1 slogan. Tweede slogan, Bob Kools ontslag. Last but not least, gastarbeiders, oost-west, thuisbest. Dus, de roeper, eigen volk eerst! Eigen volk eerst! Bob Kools? Ontslag! Bob Kools? Ontslag! Gastarbeiders? Oost-West, Oost-West! Gastarbeiders? Oost-West, Oost-West! De antwoorden moeten dus inderdaad kort en krachtig zijn. Ook wel in een streng geluid. Voilà. Onder tegenbetogers. Toch onder mama zeggen. Maar onder tegenbetogers verstaan we groepen van tenminste 25, 30 man. Een paar halve garen, spinners in het Duits. Daar gaan we, van die halve garen, een stuk of 2, 3 man, gaan we dus de eigen groep niet uiteen laten vallen. Ik heb dus richtlijnen gekregen van de verantwoordelijke van de jonge lak, dat er dus, moest het gebeuren, geen interview wordt toegestaan aan de persmedia. En dan de orde dienst van het Vlaams Blok. En op de derde plaats kan dat. Maar dag jongens! Denk om de jacht op groot wild achteruit. Op dit moment, il n'est pas tard de payer son verre ou d'en recommander un. On vide son verre et on monte dans les autocars, ça va? Les gens de Nassau, je suppose, avec Marquis, filaient notre autocar. Hein? Alors, une fois qu'on est monté dans les autocars, on va aller ensemble à la place verte. La place verte, c'est dans le centre d'Anvers. Là, on en débarque. On en débarque et à partir de ce moment-là, on reste en groupe. Si vous rencontrez des potes à vous au Vlaams Blok, eh ben, vous leur direz bonjour tantôt. Ça va? Donc, on reste en bloc, c'est le cas de le dire. Hein? Une fois qu'on est là, on va manifester avec un maître à Anvers. Gastarbeiters, Oost-West, Teus-West, ça veut dire en gros les bougnoules dehors, pour résumer. Donc, quand vous lancez les slogans, on va lancer les slogans, on vous demande des réponses courtes, hein, mais fortes. Hein. Alors, le service d'ordre, il y a un service d'ordre à nous. Donc, il y a des gens qui sont dans le service d'ordre. Qui viennent de bloc, mais qui sont des gens de chez nous, qui vont être autour de notre. Ja, dan moet ik dan bij het huis staan, dat ik dat belde als we de geurpunt gaan. Ja, vooral. Waarom moet wat betalen? Zitten we dat op dat bestand? Ja jongens! Embarqué!
Als je het geld van mij bij hebt, dan is het goed. Ja, dan heb je volgende week die nu vertrokken is van de pasta. Ja, dat is best betaald, maar dat kan me niet schillen, want ik kan je niet. Oh ja, dat maakt. Oké. Okay. Je moet onder die stonden, want we hebben het nog wel. Oké. Patrick, kunnen we geen Vlaams leken zingen, hè? Vlaams! Zulu! Er zo wat tussen zit. Niet een Belg. De vreemdeling zelf, de Marokkaan, is de grootste racist. Niet alleen tegenover ons, maar tegenover zijn eigen volk. Tegenover zijn eigen volk is de grootste racist. In Antwerpen hebben wij ze dat ze niet moeten nemen met de laatste verkiezingen. Dat is een pil om het geld. Als je bij ons houdt, als je ziet in Limburg, dat is een bepaalde streek waar de mensen zelfs na 6 uur buiten durven. Wacht tot de volgende verkiezingen. En geef een gevoel. In parochie van de Graaf kom ik gisteren een belachelijkste stoot tegen. Een Marokkaanse van 10 jaar die komt binnen in een café en die vraagt me dan met een goudkleurige stift. Verkupt een goudkleurige stift. En dan achter een toe zegt zich dat is hier geen gezette winkel. Dat moet, je bent een racist, zei hij. Poef in de ging buiten. Ja, in dingen ook. Hij gaat het gaan vragen in het parochiehuis. We moeten stoppen. Dat was het. Ik zou het niet. 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 Ik
Dus ik kan genoeg van PMW aan de kleur. Afstand houden tussen de vlaggen, tussen de standaarden. Thank you.
meer ruimte nemen. Dollar.
Je wil wachten even voor ons mee. Ja, dat wil ik zeggen. Wil je dat zeggen? Eigen volk in! Eigen volk in! Eigen volk in! Thank you.
Succes
politie ook mijn innige deelneming betuigen. Onder zo'n baas te moeten werken, dat moet erg zijn. Burgemeester, het hoofd van de politie. Behalve in Antwerpen, hier is het koels. Examenvraag, wie kan er koels schrijven? Onthoud het voor de rest van uw leven, koels. Met de C van Canaille, de O van Onozelaar, de O van Onverdraagzaam, de L van Lui en de S van Schijnheilig. Tweede stroom. De tijd. Ja.
De tijd verslindt de steden, in koren blijven staan. De wegen en de steden, het woord zal nooit vergaan. De vijand trekt de velden, omringd van doos gevaar. Met aken met zijn woorden, de Vlaamse mobiele reserve die in de tweede linie wacht. En die troepen zouden de coalitietroepen wel eens flink... Onder het motto Eigen Volk Eerst vanmiddag zo'n 1500 sympathisanten van het Vlaams Blok door Antwerpen. Het Vlaams Blok wilde in eerste instantie door Borgerhout stappen, maar dat werd door het Antwerp stadsbestuur geweigerd. Om 3 uur vertrok de stoet vanaf de Groenplaats met veel spandoeken en slogans tegen de immigranten, de islam, de Antwerpse burgemeester Bob Kools en verder alles wat links was. Het antifascistisch front had op voorhand gezegd dat er niet zou tegenbetoogd worden, maar aan de Meer kwam het bijna tot een confrontatie. Een eigen sterke ordendienst en de politie slaagden er echter in de betogers zonder incidenten tot op het eindpunt te krijgen. Ander nieuws dat niet uit de golf komt. In Antwerpen zijn zo'n 1500 mensen opgestapt in een betoging van het Vlaams Blok. De manifestatie was vooral gericht tegen de migranten. De betoging vertrok op de Groenplaats onder leiding van mandatarissen van het Vlaams Blok. Zo'n 1500 manifestanten, onder wie ook delegaties uit Frankrijk en ook uit Nederland, stapten op achter slogans zoals Eigen Volk Eerst, geen stemrecht voor gastarbeiders en ook geen islamisering. Burgemeester Kools kreeg het hard te verduren omdat hij het Vlaams Blok verboden had om in Borgerhout te betogen. De manifestanten eisten zijn ontslag. Ook koninklijk commissaris voor migranten Paula Dont moest het van de betogers ontgelden. Er werden ook acties tegen drugs geëist. De Antwerpse politie was met ruim 150 man aanwezig, maar moest nauwelijks optreden. De organisatoren hadden zelf voor hun eigen ordendienst gezorgd. Het Vlaams Blok maakte duidelijk dat de betoging de start vormt van de verkiezingscampagne. Normaal zijn er in januari 1992 parlementsverkiezingen.